Welkom bij Dutch Digital Dude. Mijn naam is Ronald Zwanenberg en dit is een studio tips video. Het gaat over audio. Niet over live audio, maar verbeterde audio, zoals je mij nu hoort. En ja, ik gebruik een autocue, want anders kan ik mijn verhaal niet aan jullie vertellen. Ook al ben ik nooit tevreden, en denk jij ook niet, vind ik dit resultaat best bemoedigend. Dus als je een home studio hebt zoals ik, of er een wil beginnen, dan zou ik deze video afkijken. Ik heb namelijk iets ontdekt waarvan ik denk dat jij er ook iets aan hebt. En met de huidige techniek kan ik het je ook laten horen. Ik kom uit de analoge tijd en heb de hele digitale revolutie meegemaakt. Ik bleef maar vechten met wat ik een onbalans in mijn audio noem. Op mijn hoofdtelefoon, voordat ik mijn video ging opnemen, was de audio altijd goed. Geen side effects. Ik zorg altijd voor headroom, zodat ik bij het bouwen van mijn video effecten kan toevoegen, zoals equalizers, compressors, filters. Meestal gebruik ik een daspelmicrofoon, maar ik kies ook andere oplossingen. Maar dat is maar net wat ik spontaan bedenk. Van wireless tot bedraad, rechtstreeks op de studio hardware of via HDMI op de camera. Maar elke keer als ik mijn video ging monteren, had ik toch een onbalans, een soort echo in mijn audio, die ik niet wilde. De ene keer was hij wel erger dan de andere keer. Ik was prima te verstaan, maar ik had heel veel werk om tevreden te zijn met de uiteindelijke kwaliteit. Het ergste was dat ik geen grip kon krijgen op de oorzaak. Ik verwijt mezelf wel eens dat ik niet modern genoeg denk. In het verleden ben ik veel met audio bezig geweest, met Reason van Propellerhead. Dus redelijk beslagen ten ijs, voor mijn gevoel. Er was iets veranderd en ik kon er maar geen grip op krijgen. De manier waarop het geluid van de wereld hier naar de digitale wereld wordt verplaatst. Maar ik ben geen pro. Alles wat ik hier doe is pure passie. Wanneer ben je dan tevreden hoor, dacht ik. Nou, ik wil dat mijn stem blijft zoals hij is, maar zonder side effects. Eigenlijk zoals ik het hoor op de hoofdtelefoon. Misschien wat meer energie. Ik dacht meteen aan wat trucjes die ik vroeger heb toegepast. Als het gaat om energie. Ga het straks laten zien. Schone audio vanuit de zolderkamer, onze home studio, dat is wat we willen, toch? Het enige wat ik maar kon bedenken, was dat we in de loop van de jaren van mono naar stereo zijn gegaan. Home cinema geluiden. En het gevoel van onbalans speelde steeds nog in mijn hoofd. Al die presets die we nu kunnen gebruiken zijn top. Daar ligt het niet aan. De onbalans eruit halen. Want we nemen in stereo op tegenwoordig. En in mijn beleving hoeft mijn stem niet in stereo te zijn. Dat is hier nu trouwens ook niet. En daar bleek dus het grootste probleem te liggen. Ik laat het je horen, maar denk dat je een hoofdtelefoon nodig hebt als je via de speakers van je telefoon zit te luisteren nu. Het klinkt zo rechtstreeks uit de studio. En als je daar tevreden mee bent, hoef je niet verder te kijken. Ik ben nog steeds te verstaan, maar met side effects. Erg wijd, het is gewoon niet de kwaliteit die ik wil. Terug naar mono dus. Dankzij de audio presets van tegenwoordig is het makkelijk op te lossen. Elk video edit programma heeft er wel een oplossing voor. Je pant gewoon naar links of naar rechts. En het is meteen beter in mijn beleving. Maar je wil uit beide speakers klinken, toch? De preset copy right to left, copy left to right, is hiervoor de oplossing voor mij. Dat is één. Want van stereo naar mono zetten, dat werkte bij mij niet. Je moet één van de kanten kopiëren naar de andere kant, om goed balans te krijgen en je side effects weg te nemen. Ben je hiermee tevreden, dan hoef je weer niet verder te kijken. Ik ga nog een stapje verder. Wat je ook weg wil hebben zijn de te lage en de te hoge frequenties. Daar heb je filters voor. High pass, low pass. Schoner krijg je nog je stem door de fluiters eruit te halen.
Precisie equalizing noem je dat. Je maakt een spike, gaat je stem af en alles wat fluit breng je omlaag. Je mag er twee doen. Maar kopieer nu eens je audio naar een tweede kanaal en breng met een compressor en filters die stem naar het geluid wat je nu hoort. En laat je originele audio met dit samenklinken. Zoek hierin een balans. Je hoort het meteen. Die combinatie geeft je stem in één keer de energie die je zoekt, in mijn beleving. Dat wilde ik met je delen. Ik hoop dat je wat aan hebt. Vind je mijn video's leuk? Abonneer op mijn kanaal of like mijn video's. Ik leer elke dag en dan blijf ik ook gemotiveerd om meer te maken. Mijn kanaal heeft geen specialisatie. Ik probeer hier je te inspireren. Tot de volgende keer.